trainen. Laten we beginnen met wat is, 90 minuten ongeveer, misschien een paar minuten eerder. Ze zijn al vrije trap nemen en één keer de rente scheidsrechter die kant op. Wat gaat zijn? Nee, ik heb niks zijn. Ik heb een stuk of 4-5 keer een waarschuwing gehad dat ik binnen het gebied moest blijven. Maar ja, ik loop dan een beetje mee, want ik ben op een of andere manier een beetje fanatiek. Ja, hij zei, nu is het mooi geweest. Dus toen hield er de vlag omheen en kreeg ik een rode kaart. Maar ik heb niks aan je. Nee, ik kan er niks over zeggen. Het is lastig om in dat vak te bloemen, denk ik. Het heel dat het zo spannend is. Het is een geweldige pot weer. En dit is de trade in de week. En kijk, die man heeft helemaal gelijk, hè. Dat is zo simpel is dat ik hier daar binnen in bloemen moet. Maar ja, reden we een beetje overdreven hebben misschien. Maar een geweldige spannende pot weer. Hij ken ik nog een keer vallen, hè. Daar moet ik heel eerlijk in wijzen. Maar goed, dat maakt het mij niks uit. Ze mooi de credits hebben gehoord weer. Het gaat om de knikkers in de voetballerij. Het gaat om de goals. En ja, we hebben niet onze topwedstrijd spelen. Absoluut niet. Het was denk ik misschien wel in een van de drie de minste van de treien. Maar ja, soms ook een beetje mazzel hebben. Zij is lid ASV met de credits. Ha? Wat die ASV doet zo goed? Nou, wij weten dat het een goede ploeg is. Ze komen steeds in de... Ze jouw hunzelf steeds de underdog positie van... dat ze net zo'n goede ploeg hebben, dat ze er maar in moeten blijven, dat ze eigenlijk boven hun stand leven. En ik heb het er voor de wedstrijd nog maar in mijn hand. Ik zie, jongen, dat is een geweldige ploeg. Dat zijn alle jongens uit het Groningen, Emmen en een spits van Emmen toen die Eredivisie spelen. Dus moest ik eens een keer zeggen van nee jongen, een goede ploeg. En het is gewoon een goede ploeg. En wij hebben per definitie altijd moeite met ACV. We hebben in de voorbereiding dit hier net met die in de voor. Ze hebben gewoon een goede ploeg. En zeker op kunstgras. Alleen is ja, dat maakt het niks uit. Daar moesten we eens verwapenen. Maar het allerbelangrijkste is dat we eens mentaal over die twee wedstrijden heen moeten zetten. Want dat is altijd de moeilijkste. Na Katwijk, want iedereen is euforisch. Donderdagavond getraind. Beetje uitlopen. Ja, nog even een biertje drinken in de kantine hoort er ook allemaal bij. En vrijdag pas de neus en dezelfde kant weer op richting ACV. Maar ik kan ze niet bereiken. Dus het is, vandaag is de wedstrijddag. Dus ik ben dik tevreden. Zal ASV misschien ook een beetje omgaan, hè? Die gaan die letter nog voetballen. Iets minder grote verrassing, wel maar 120 minuten in de voeten. Zegst u wat om een van beide ploegen qua fit heat of zo, dat die bekerronde nog van invloed west had? Nou, ik denk altijd wel. Want kijk, ik vond hun, ja, ik kan er alles van vinden. Kijk, dat laatste half uur pompen ze die ballen er constant in. Dan kan hij een keer verkeerd vallen. Zeg, ja, geweldige partij. Dat doen wij misschien net helemaal goed. We konden die bal net vasthouden voorin. Maar fysiek, het viel naar mij. Ik vond het wel meevallen. Dus nee, niks aan de hand. Ten nou dat de meeste wedstrijd in Hassenoon dan misschien een gevoel van we hebben wat punten lissen litten. Nou ja, dit is, ja, ik weet net, is er stijl? Wat vind je zelf? Stijl? Ja. Nee, jongen, kom op man. Nee, dat giet. Ik blow het zissen. Om de knikkers. Het giet om de knikkers, de bal met tussen de pijl. Hoe vaak hebben hun tussen de pijl zitten? Heb je ze telt? Ik ga Erik vragen, die zei dat ik wel een peertje in houd. Maar de meeste gang oer. Ja, de meeste gang oer of naast en het liep al wat. Maar nee, en die buus, ja, er terug en het giet om de goals. En daarom zei ik ze mooi, voor mij hartstikke goed spelen. En natuurlijk net iedere week, dat snap ik ook wel, wij willen. Maar wij kwamen hier net om dit publiek te vermijden. Dat doen we thuis. Dat is uw doelstelling. En hier net, het gaat hier om het resultaat. Amen. Het bloed maar. Ja, ik word haast net zitten, want uiteindelijk gaat het een keer natuurlijk dat het dekst op Noord. Maar tot nou toe, dat gaat geweldig natuurlijk. Ja, natuurlijk komt ook wel eens een keer een nederlaagje aan. Maar we binnen Juwet en dat moet ik de jongens gewoon geven. Kijk, normaal gesproken gaan we uitwedstrijd. Dus is van oké, een resultaat boeken. En dan kan je er alles van vinden. Maar ik ga Juwet zijn, nee, we gaan niet voor een resultaat. Is ook wel een resultaat. We gaan vandaag voor de winst. Punt. Want het is de moeilijkste wedstrijd. En als wij een resultaat, dan heb je misschien toch in gedachten, nou ja... Nee, we moeten winnen, want dan komen we mee in de toppositie. En dat willen we met z'n allen. Dus volle bak. En ja, het dan misgaat, ja, dat zien we dan weer. Maar het ging weer goed. Tot nou, dat gaat alles goed, ja. Tot nou, dat gaat alles goed. En voor die is een soort tutoewinning zelfs, hè? Ja. Dus op fiets? Ik ben op een fiets, ja. Ik kan een paar biertjes nemen. Kon ik al, hè. Maar nee, smaakt het wel goed. Ja. Ik ben blij dat ik straks de stad in kan, maar de bos vooruit. Dus, maar wil maar bij de benen op de grond, hè. Oké. Protte beken je nog, of net? Ja, tuurlijk. Dus in de derde en daar in de kantine. Maar we gaan straks even genieten.